from. Dear, oh dear, oh dear. Oh, it's just an absolute disgrace. Ja, er zit een jongetje daar met een bal in zijn handen. En, ja, die moet weg, tuurlijk. Weg maar, jongen. Echt. Als je te kijken met z'n allen. Cristiano Ronaldo en Gonzalo Higuain on target. Because the fans come on looking for selfies. He got grabbed right in the neck there as well. He's not happy about that. Where's the security? Un momento extremo interesante, un supporter al petrolul lui a intrat pe teren, incredibil, incredibil ce se petrece acum, un supporter al petrolul a intrat pe teren, staffurile celor două echipe sunt pe gazon, incredibil, suporterul petrolul a lovit cu pumnul pe calamaz, este incredibil, a venit nestingerit suporterul... Een streaker op het veld van Sportpark Middelmoors. En ze wilde in de armen springen bij Joel Tillema, maar die denkt misschien wel, moeders de vrouw kijkt mee. Het zijn bijzondere taferelen op een amateurveld. Zo, een probleem, oei. Dat ziet gar niet goed uit. Mijn schiedsrichterassistenten. Er braucht dringend ärztliche behandeling. Supporters het veld op die de keeper van AZ aanvallen. Wat voor een idiote stad. Het is er één. Nou heeft die keeper die vent ook flink te pakken. Die heeft hem fors geraakt. Maar waar deze idioot nou vandaan komt is me eerlijk gezegd een compleet raadsel. Maar als er ooit iemand voor zichzelf kan zorgen, dan is het wel de doelman van AZ. Die had geen hulp nodig van supporters. שאוהד קופץ מהיציע, מעיף את הכדור ומנסה לתקוף את זהבי. זהבי מתעמת איתו, אני רואה שהוא מתעמת איתו, אבל לבוא עכשיו ולהאשים את ערן זהבי. בסדר, אבל השאלה שוב. A corner. Wait a minute here, there's a fan on the pitch and I can't believe what we've just seen here. Jack Grealish has just been thumped in the back of the head by a fan. Ran straight onto the pitch, a security guard. Hay un hombre tendido en el terreno de juego, es Cristiano Ronaldo. Es Cristiano Ronaldo el que está tendido sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Le queda un partido de un gol, ¿no? Que lo tiene. Por Otto Wiki hace una tajada sensacional. Sin lugar a dudas, espontáneo en la cancha. Sí, sí. Y lamentable sí. Es porque hay agresión. El Chaco ya perdió la cabeza, va a creer. Hay puñetazos. Sí, terrible esto, ¿eh? Terrible. Sí. No, decíamos, en esta parte de que a veces algunos no entienden y se confunden, ¿no?